Zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. Volgens de woorden van Coupeers. Maar ik ben geen Hagenaar. Ik kom uit Apeldoorn. Ik ben op mijn vierde ben ik met mijn ouders verhuisd naar Den Haag. We kwamen terecht in het Transvaalkwartier, een echte volksbuurt. Een buurt waar mijn moeder eigenlijk moeilijk kon wennen. Maar wij zaten op een bovenhuis met vier broer en zusters, vader en moeder, gewoon een hardwerkend gezin. En de periode van na de oorlog, hard werken, de wederopbouw. Mijn wederopbouw was vooral tekenen. Plastic zeil op tafel en veel papier. Dat lag op tafel en ik maar krassen en tekeningen en doen. En dat is eigenlijk mijn hele leven zo gebleven. Ik ben een ongelooflijke droedelaar. Ik zit altijd met te tekenen, te frunniken. Tot grote maat van de nalezers van de Panorama, want die was helemaal volgetekend. Met brilletjes en baarden en van alles en nog wat. Ik woon daar niet meer. Ik heb later aan de rand van Den Haag gewoond en woon nu in het centrum van Den Haag. Dichter in het centrum kan eigenlijk niet. Met het uitzicht op de Boterwaag, het Huis Lichtenburg, het prachtige gebouw van Jan Buys, het gebouw de Volharding. Prachtige monumenten, smoors als ik wakker word, kijk ik ernaar. En dan leef ik eigenlijk in een schilderij van Mondriaan. Ik voel me Hagenaar, ik voel me hier thuis, heerlijke stad, waar ik veel mensen ken. Maar ik voel me ook thuis in het buitenland. Ik heb heel veel kunnen reizen. Alleen in kleine groepjes met wat meer mensen. En vooral Zuidoost-Azië, maar ook Zuid-Amerika, heb ik veelvuldig kunnen zien. Dat heeft ook geleid tot het verzamelen van etnografica. Originele stukken, vooroude beelden, textiele weefsels, krissen, boeddha's, uit die gebieden. Daar is een grote collectie uit ontstaan, die ik koester, waar ik ook heel veel over heb gelezen. Dus waar ik ook heel veel documentatie van heb verzameld. En het is een uitgangspunt ook geweest voor mijn schilderijen. Ik heb die beelden, maar vooral de belevenissen, de gesprekken met de mensen daar, de sfeer, heb ik gepakt en die probeer ik om te zetten in verf. Veel verf. Ik ben gek op verf en ik vind niks lekkerder dan te douwen met verf, kleurtjes maken. Ik ben geboren in 1948, het oprichtingsjaar van Cobra. Ik hou ook van de uitbundigheid van kleuren, ik hou van de spontaniteit. Ik ben geen zwartkijker, ik wil ook proberen te versieren. Ik maak geen of amper schilderijen die gebaseerd zijn op de ellende in die landen. Ik heb als een doek gemaakt over Boutersen, over de decembermoorden. Maar dat is meer voor mezelf om te laten zien, maar wie wil nou zo'n ding aan de muur hebben? Mensen willen toch een lekker plaatje hebben. En ik vind het belangrijk dat ze elke dag kunnen staren naar werk en niet weten wat er precies onder zit. Daaronder, daar zit mijn wereld. De verf ligt er soms centimeters dik op. En daar kunnen wel eens 5 of 6 of 7 doeken onder zitten. En door die inkrassingen komen flintertjes van die verf weer tevoorschijn. Net zoals kinderen dat doen met waskoop. Overheen dan zwart en weer tevoorschijn halen. Dat probeer ik met verf te doen. Men zegt wel dat ik lyrisch abstract schilder. Ik noem het zelf liever lyrisch dan abstract, want ik zie altijd vormen. Ja, omdat ik toch uit het tekenen, misschien ben ik wel meer een tekenaar zelfs, een verteller dan een schilder. Maar het is heerlijk om dat te verpakken in verf. In veel verf, het douwen van die kleuren laag op laag. Ik moet er ook bij zweten, het moet sterk zijn. Wat ik ook heel leuk vind, is het werken met groepen kunstenaars. Ik heb met Haagse kunstenaars als Kancho Kalev, een Bulgaar die al 20 jaar in Den Haag woont, Theo Koster, met Peter Walsman, Kees van Rutte vooral, Albert Innetveld, projecten gedaan in Nederland, lekker op de Schelling schilderen, bronzen beelden gemaakt in Bulgarije, geschilderd in Frankrijk, glas gegoten in Amsterdam.
En de andere groep waar ik veel bij heb gewerkt is Paint the Future. Dat is een internationaal programma van Hetty van der Linden. Hetty is heel begaan met kansarme kinderen in de wereld en zij nodigt kunstenaars uit op plekken zoals bijvoorbeeld Brazilië, Zuid-Afrika, Frankrijk. En die schilderen daar aan de hand van tekeningen die kinderen maken. Kinderen daar hebben hun droom. En zij laat die kinderen die droom tekenen. En de een wil een huis. Arts worden, voetballer, een bloemenwinkeltje hebben. Of gewoon wat ik meemaakte in Zuid-Afrika, een betere papa en mama. En dan breekt je hart en wij krijgen die tekeningen en verwerken ze in de schilderijen. En als ze daarin zitten, meestal grote doeken, 140, 140, dan worden ze verkocht en van het geld worden projecten gerealiseerd. Fantastisch om te doen. Soms met 30 kunstenaars die bij elkaar komen van over de hele wereld. Een Braziliaanse schilder die stond naast mij en in een half uur, het was Picasso van Brazilië, die zette een doek op en toen was hij de kindertekening vergeten. Helemaal aan het eind, alles was klaar. Hij pakte een stroop, plakte erin. Dat was zijn werk. Als ik kijk, nu werk ik samen in een fijn atelier aan de Parallelweg in Den Haag met Kees van Rutte. Het is mooi licht, ruimtelijk. Het is een plek van Kees, schoon, berekenend. Kees, de constructivist die alles bedenkt en het uitvoert. Hij kan eindeloos werken. Hij is zoals gezegd, als ik in de gevangenis zit, lijkt me heerlijk. Elke dag maar kunnen vouwen en stokjes breken en mooie ritmes maken. Met kleine rimpelingen erin, een knipoog. En mijn kant is een bonte verzameling van kleur. De wanden, de vloeren, de doeken, mijn kleding, alles ligt open. Kwasten vallen en het is geen chaos. Maar ik voel me daar lekker in. En samen maken Kees en ik zogenaamde collectieve werken. Een werk van Kees, een werk van mij, in één frame, vierkante meters. Pas is er nog één gehangen in het gebouw van de Eerste Kamer. Prachtig. Officieel, overhandiging door de Kamervoorzitter. Dat was omdat de Kamerleden niet meer hun informatie op papier krijgen, maar op een iPad. En wij hebben een werk gemaakt van de oude kamerstukken. Dat zijn de verslagen die ze vroeger toegestuurd kregen of per courier werden gebracht. Dat kunnen reizen is heerlijk. En mijn eerste grote reis was een expeditie naar de binnenlanden van Suriname in 1971. Het is nooit meer weggegaan. De ontbering vind ik niet erg. Zeker als je in gebieden zit waar je een beetje moet lijden. En ik kan alleen maar heel stil staan kijken. Enorm genieten merken. Als je thuis bent, dan kan je ook reizen in je hoofd. Dan hoef je misschien niet weg te laten. Dan kan je al die reizen nog zien. En ook daaruit putten om te schilderen. Ja, het is heerlijk om ook in je kop te kunnen reizen. En als ik thuis al die voorwerpen zie die ik heb meegenomen van die reizen. Dat zijn het allemaal intense belevingen voor mezelf. Het hoeft geen grote dingen te zijn. Ik heb een prachtige schelp gekregen van een meisje. Ik was op een eiland in de Zuid-Molukken. En de hele dag liep dat kind naast mij. Dus ik keek alleen maar naar die grote blanke mannen. Tegen de avond ging ik terug met de dinky, het kleine bootje naar het grote schip. En ik zat er in de dinky en zij kwam uit dat groepje kinderen wat uitbundig stond te zwaaien. Naar de boot lopen en uit dat jurkje halen ze een schelp en die gaf ze aan mij. Het is misschien wat mooiste voorwerp wat ik mee heb kunnen nemen. Ik weet zeker dat meisje had niks, dat woonde daar in een hut. Het was niet onder voet. En gaf mij misschien dat allermooiste ding. Het gaat niet om de materiële waarde, maar vaak om de geestelijke waarde die ergens achter zit. Uit mijn collectie. Beelden, Indonesische beelden van de verschillende eilanden, Sumatra, Kalimantan, Papua, heb ik ooit eens een 40-tal beelden geselecteerd.
beelden die waarschijnlijk niet gebruikt zijn in hun rituelen, gemaakt voor de markt. En die beelden heb ik beschilderd. Eerst met bonte kleuren, later in pasteltinten. En dat is een groep geworden rond een mannetje wat zit, van de Molukken, de Kapaladessa, het hoofd van een dorp. En omheen staan al die beelden. En mijn idee was van, wij Westerlingen hebben altijd maar gekeken naar de bewoners van de eilanden. En nu mogen ze heel verstild, als bleekscheten, naar ons kijken. Naar ons Westen, onze waanzinnige, drukke of druk gemaakte wereld. De waanzin van de dag. En zij staren nu naar onze rituelen. Daarvan maak ik ook een schilderij. Dus ergens komen al die culturen bij elkaar. Dat schilder ik. Douwen.